Gezellige kerstverlichting, hè? Of niet dan? Yo, Dio, hallo, Dio. Zo, nu ben ik duizelig. Waarom word ik zo snel duizelig? We kennen hem allemaal wel van de kermis, de booster. Ik was daar 1 keer ingegaan. Ik had vlak van tevoren McDonald's gegeten. Stapte eruit, kotste 5 liter. En toen was ik 2 dagen misselijk. 2 dagen! En mijn haren worden trouwens ook echt veel te lang. Dadelijk ga ik er weer zo uitzien. Nou, daar wordt niemand vrolijk van. Vandaag, 15 december, spelen we een geweldig spelletje op de Telefonio. We zijn in het weiland met schaapjes die af en toe op de weg zijn en een lekkere blonde jongen daar op die lekkere fiets. Op wie lijkt hij nou? Ik zou het echt niet weten. Ik heb het stiekem misschien al een beetje geoefend. Level 1 is nog wel te doen. Soms krijg je een WhatsAppje of een belletje, zoals nu. Het begint al iets uitdagender te worden. Er beginnen al meer schaapjes in mijn weg te staan. Verdomde schapen. Ik vraag me ook niet wiens idee het was om die hooibalen op de weg neer te zetten. Nou, van het weiland teleporteren we naar de stad. Alleen een wheeliepop, dames en heren. Maar nu begint de boel wel serieus te worden, hoor. Ik let 1 seconde niet op. Die bankjes staan naast de weg zien er ook echt verleidelijk uit om eventjes op te gaan zitten. Oh my god, Ties, wat doe je nou? Oh my god. Ja, dat doet pijn, hè, jongen. Ik hang ook altijd mijn tong er zo uit als ik pijn heb. Oké, Ties, je kan dit. Kom op. Ik zeg gewoon even niks meer. Gewoon uiterste concentratie hier, hoor. Oh man. Weet je wat nou het hele ding is, jongen? Morgen ga ik naar een school toe en gaan honderden mensen toekijken hoe ik dit spelletje speel tegen de rector van de school en 2 van de beste leerlingen van die school. Dus ik heb nog aardig wat oefenwerk te doen, hoor. Want ik heb geen zin om volledig vernederd te worden daar. Wat waarschijnlijk wel gaat gebeuren. Je hebt tenslotte een reputatie hoog te houden. Ik ben een geweldige gamer. Ik game echt vaak. Het publiek was trouwens echt erg gezellig. Behalve op die ene faggot na die een sneeuwbal naar mijn hoofd moest gooien. Dit ben ik. Met een dikke lach op mijn gezicht. En een flodder aan haartjes. En dit is een sneeuwbal. En 3 keer raden waar die sneeuwbal naartoe ging. Juist, naar mijn hoofd. 3 vingers hebben wij tegenwoordig. En ook een piemeltje. Kijk, ik kon er wel om lachen, maar ik kon minder lachen om het feit dat de dader de beentjes had genomen. Als je dan toch de ballen hebt om dat te doen, heb dan ook gelijk de ballen om eventjes in de oogjes aan te kijken, jongen. Ja, oké, ja. Kijk, weet je, we hadden geen tijd om teleurgesteld te zijn in de mensheid. Het was tijd om te battelen. Vier tv's. 4 deelnemers. De rector van de school. 2 leerlingen van de school die OP zijn in het spel. En dan heb je mij. Oh. Ik voelde de spanning wel opkomen, ja. 1 game. 1 taak. 1 kans. 1 like. Geeft die. Aan mij. Spannende muziek. Aan. En de race is begonnen, hoor, dames en heren. We hadden 15 minuten om zoveel mogelijk levels uit te spelen. Direct na 1 minuut was het eigenlijk al duidelijk dat ik er niet 1 worst van kon pakken. Lekker kloppende zin ook, Ties. Ik was al 2 keer dood gegaan en zelfs de rector deed het beter dan mij. Als ik, dan mij. Ik ben geen opgever. Ik zet het door. En na 5 minuten begon het eigenlijk toch wel erg dramatisch te worden. Ik was al 20 keer dood gegaan of zo. Wat zei je? Wat is dit? De tijd begon te tikken. Mijn tegenstanders waren al veel verder dan mij. Hoe kon het zo ver zijn gekomen? Op een gegeven moment zat ik er toch wel lekker in en deed ik er alles aan om mijn schade te repareren, maar... Tot op de laatste milliseconde ging ik ervoor. Maar deze blonde rakker had verloren. Een dieptepunt in mijn carrière. Dit ging echt ramslecht. Maar ja, ik ben in ieder geval heel benieuwd hoe jullie het doen in dit spel. Waarschijnlijk een stuk beter dan mij, als ik, dan jij. Dus laat me weten hoe ver jij bent gekomen. Je kan het spelletje downloaden in de beschrijving hier beneden. Doe het zeker. Abonneer en like als je genoten hebt van mijn ondergang. Later, hè.